Welkom bij Lox Kitchen. Dit is het meest funky kookprogramma van Nederland. Mijn naam is Funk Lox en vandaag ga ik koken voor JR en PB. Voor jullie ga ik maken Thai Chicken Curry. Maar eerst het aperitief. Welkom heren in Lox Kitchen. We gaan Thai Chicken Curry maken. Ik heb hier de ingrediënten voor me staan. Jullie mogen al misschien een beetje vertellen als jullie ware kennis hebben van wat het is. Jij bent kok geweest, toch? Ja, man. Nou, ja, dan moet jij wel weten wat het is, toch? Ja, ik zie hier een hele mooie aubergine. Ja, heel goed. Dan zie ik hier een hele mooie broccoli. Ja. Dit is, als het goed is, ja, kokosmelk. Jazeker. We hebben hier vers limoenblad. Jazeker. Ja, man. Nice. Super lekker. Nice, wist je dat nou al? Of heeft hij je dat nou net stiekem verteld? Ja, dat is wel klappen. Kipfilet. Ja, zeker wel. Wow. En ik heb meer granenrijst. Ik denk, ik kan wel rijst maken, maar ik maak meer granenrijst. Hier zit zwarte rijst, de normale rijst, soort allemaal tarwekorrel. Super. Ik heb hier ook nog de boemboeklaat. Dit is boemboeklaat voor de echte boemboes uit de bush. Oké, ik heb hier nog de boemboeklaat. De boemboe noemen ze dat. Dat is die Thaise chicken curry. De curry zelf. Groene curry. Je hebt rode en gele. Maar vandaag hebben we groene. En dan ga ik alvast de rijst koken. Wat is je lievelingsgerecht? Wat kookt je lievelings? Lasagne vind ik lekker om te maken. Okay. Nasi vind ik echt lekker om te maken. Snel. Jouw moeder maakt lekkere nasi, hè? Zo. Ja, ik heb hem een keer gegeten. Ja. Met de caps lock met jullie incubatie release party. Ja. Voor de kijkers thuis, Brunoise is in dobbelsteentjes. Toch, JR? Ja, toch. Ja, zeker. Alle ingrediënten zijn nu gesneden. We gaan nu naar de stoof. Kan je heren, zoals jullie zien, de rijst is al aan het koken. Die is bijna klaar. Dan gaan we nog even een vuurtje aansteken. Is olie in de pan. Boemboe gelijk lekker erbij. Er mag wel lekker wat olie bij. Nou, zoals je ziet, roer je een beetje rond. Dan gaat het limoenblad gaat er alvast bij. Ja. Niet te veel. Ongeveer de helft, dus meer dan genoeg. Want het heeft best wel een sterke smaak. Ja. Oké, dan is het nu tijd om de kokosmelk erbij te gieten, want de boemboe is nu lekker gebakken. Blussen we hem af, als het ware. Oké, dan doen we een beetje vocht van het rijst. Doen we bij de saus. Wat er nu gebeurt is dat die kip, die wordt net zo meteen gaar, dan is hij lekker mals en sappig. Scheppen we hem op de rijst en dan gaan we zo lekker eten. Dit is de boemboeklaat. De Thai chicken is klaar. We gaan lekker eten met JR en PB. Check op internet het interview met deze heren. Dit was Lox Kitchen. Tot de volgende. Op je bord, boy. Op je bord, op je bord. Jay, jij bent MC. Hoe ben je begonnen met rappen? Eigenlijk door een maatje van mij. En, die was beatboxer. En die zocht eigenlijk iemand om die beatboxers in te vullen. Okay. Ja, what better way om te MC'en dan, toch? Ja. Dus, hoe ging dat toen verder? Veel oefenen. Nou, en toen op een gegeven moment kwam ik in aanraking met nog meer guys die daarmee bezig waren toen in de tijd in Papendrecht. Zijn we met z'n allen een groepje begonnen. Dat kwam eigenlijk voort uit een dis. We hadden zeg maar een soort van beef met die guy die beatboxde. Oh, oké. Okay. Daar kregen we beef mee. Okay. En toen gingen we hem dissen. Toen gingen we via een webcam, die microfoon van een webcam, zo namen wij onze eerste tracks op. Hè. Echt zo oldschool gewoon, primitief. Okay. Ja. PB, wat kunnen we van jou nog de aankomende tijd verwachten? Als het goed is, voor het einde van dit jaar een tape. Als het niet goed is, dan maken we het goed. Dit was weer een aflevering van Lox Kitchen. PB bedankt. Goeiedag. JR bedankt. Thanks, man. Tot de volgende. We're out, boy. Haha.